Dat kost natuurlijk al 750 miljoen als het nog 1, 2, 3 jaar weer verlengd wordt of vertraagd wordt dit proces. Het lijkt me dat dat wel heel, heel verschrikkelijk is. Daar wordt het niet goedkoper van, dat klopt. Dat klopt, ja. Nieuws. Zo, Ries, 750 miljoen is er al hier voor de verbouwing geraamd. En nu staat het ook nog eens op losse schroeven, deze hele verbouwing. Ja, en dat is super slecht voor de stad. De stad krijgt toch geen euro voor een dicht binnenhof. Het is een publieke attractie voor de binnenstad. De binnenstad is één grote bouwput. Ja, en straks door die mafklappers, die zogenaamde milieuorganisaties. Het binnenhof ligt onder vuur omdat dat het centrum is van de democratie en van de rechtsstaat. Als hier al de boel niet op orde is, dat is natuurlijk een brevet van onvermogen naar alle andere mensen in het land die zich wel aan de stikstofregels moeten houden. Waaronder natuurlijk de boeren en de pasmelders. Wat is hier dan niet op orde? Er mist hier een vergunning voor stikstof, een zogenaamde natuurvergunning voor stikstofemissies. De verbouwing van het Binnenhof staat ineens in 2 weken zomaar op losse schroeven. Och heden, nou volgens mij is de vergunning onherroepelijk, maar ik ga daar niet over. Dus ja, zo simpel is het ook. Wie zouden we dan daarvoor moeten pakken? Want het gaat toch om de stikstofreglementen, dus ik dacht misschien weet je er wel wat van af. Nou, ik denk dat die vergunning wordt vergeven door of de provincie of provincie Zuid-Holland. Maar volgens mij is de vergunning onherroepelijk, maar neemt niet weg dat we natuurlijk veel schoner moeten bouwen. De uitspraak van de rechter gaat alleen maar of de bouwvrijstelling ja of nee door de beugel kan. Die kan niet door de beugel, dus dat betekent dat alle activiteiten die worden ondernomen zonder vergunning voor bouwen, en dat is hier aan de hand, dan dus in strijd met de wet handelen. De verbouwing van de Tweede Kamer, staat dat nou op losse schroeven sinds kort? Nee hoor, nee dat niet. Nee. Ja, want als je Mobilization for the Environment moet geloven, dan... Wie? Is het Mobilization for Environment? Oké. Okay. Dan ja, is dankjewel. Inderdaad ja, de Tweede Kamer nu illegaal bezig met het doorbouwen aan de... Nee, dat is niet zo. Kijk, als de vergunning is afgegeven, dan is die in beginsel onherroepelijk. De bouw op basis van de huidige vergunning kunnen we gewoon mee doorgaan. En als er voor nieuwe bouwwerkzaamheden nieuwe vergunningen nodig zijn, dan gaan we dat aanvraagproces gewoon doorlopen. Hugo de Jonge ziet ook helemaal eigenlijk geen problemen naar aanleiding van wat jullie aan de kaak hebben gesteld. Nou, ik denk dat hij dan zijn huiswerk niet goed gedaan heeft. Ik stel voor dat meneer de Jonge eerst de zaak even rustig gaat bekijken voordat hij dit soort uitspraken doet. En betekent dat ze op dit moment illegaal hier bezig zijn? De facto inderdaad is dat wel de conclusie, ja. Dus op dit moment is de verbouwing illegaal van het Binnenhof? Nee, want er is een vergunning verleend. Dus die vergunning is onherroepelijk. En het is nu aan de provincie Zuid-Holland om te kijken hoe... Want ik ga daar niet over. Het zal nooit zo gebeuren dat dit nu opeens stil komt te liggen of vertraagd wordt. De bouw van het Binnenhof. Nou, dat zou op zich kunnen, maar niet op basis van de huidige afgegeven vergunning voor de huidige werkzaamheden die plaatsvinden. Voor nieuwe vergunningen die nog verkregen moeten worden, ja, daar zou het vertragend op kunnen werken. Ik sta hier als volksvertegenwoordiger van de stad Den Haag. In het slechtste geval is dit hier het beeld voor de komende jaren. Wordt er gewoon helemaal niks gedaan. Het gaat al heel lang duren, 5,5 jaar. En je weet hoe die projecten gaan, duren meestal nog langer. Heel slecht voor de Haagse binnenstad. Dus ze hebben heel slecht huiswerk geleverd. Het moet nu gewoon doorgewerkt worden en snel. Het kost natuurlijk al 750 miljoen. Als het nog 1, 2, 3 jaar weer verlengd wordt of vertraagd wordt dit proces. Het lijkt me dat dat wel heel, heel verschrikkelijk is. Dan wordt het niet goedkoper van, dat klopt. Ja. Maar even daar niet op vooruit lopen, dat gaan we gewoon bekijken. En u bent de eerste die het hoort. Ja, toch wel gek dat mevrouw Van der Wal en Hugo de Jonge allebei zeggen dat ze geen enkel risico lopen en dat de vergunning onherroepelijk is geweest. Maar dat is flauwekul, er is geen vergunning. Als er een vergunning zou zijn geweest en die inderdaad onherroepelijk zou zijn, wat niet zo is, dan zouden ze een punt hebben. Maar er is geen vergunning, dat is nou net het probleem. Overigens wel super triest dat... het kabinet wat boeren opzadelt met stikstof, wat boeren kapot maakt, zelf de papieren niet op orde heeft. Het ene is dat meneer De Jonge verantwoordelijk is voor de Rijksvastgoedbedrijf. En de Rijksvastgoedbedrijf onderneemt deze verbouwing. Dus die moet zorgen dat de vergunningen op orde zijn. En mevrouw Van der Wal, die is natuurlijk verantwoordelijk voor een serieus stikstofreductiebeleid. En het gaat om de combinatie van die twee dingen. Hoe beter werk mevrouw Van der Wal levert, hoe makkelijker het wordt om vergunningen te verlenen. Maar dus het is gewoon ook zeker wel in de portfolio van mevrouw Van der Wal? Zeer beslist. Hey hallo, klik even hier en daar en daar. En dan zijn wij hartstikke blij.